one, two, condos! Ik ben in Philadelphia, waar we vorig jaar gestart zijn met Dance for Life. Ons programma is hier heel hard nodig, want 40% van de mensen leeft onder de armoedegrens. Mede daardoor is het HIV-probleem hier zo groot. Nou, ik wist dus ook helemaal niet dat hier gewoon in Amerika elke 10 minuten iemand besmet wordt met HIV-virus. En als je het vergelijkt met Nederland, is dat 2 per week. In deze achterstandswijk wonen veel kansarme jongeren die door een situatie extra risico lopen om HIV te krijgen. Ze hebben het gevoel dat er toch geen toekomst voor ze is. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor bijvoorbeeld drugs en prostitutie. Het ziet er uitzichtloos uit en ik denk dat mensen dat soort dingen voelen. En dan is het heel moeilijk om die mensen te motiveren om zich te beschermen tegen HIV en AIDS. En ik denk dat Dance for Life daardoor zo belangrijk is om die jongeren met heel veel plezier, met dans en muziek, om die kinderen te motiveren. En dan op den duur dat die elkaar gaan motiveren en inspireren. Dus ik denk dat het heel erg nodig is dat we doen. Deze high school zit bij de 30% slechtste scholen van de VS. Ik liep dan die high school binnen, je hebt metaaldetectors en dat ken ik niet. En ik vind het heel belangrijk voor mezelf om te zien hoe het ook kan. Dat is een hele andere realiteit dan waar ik in leef. En ik denk dat het heel belangrijk is voor mezelf om dat te zien, om ook weer goed werk te leveren voor Dance for Life. Het valt me op hoe moeilijk het is om contact met de jongeren te krijgen en ze te betrekken bij ons project. Je zag echt die kinderen echt naar elkaar kijken van ja, doe jij mee? Nee, ik denk niet, jij niet, dan doe ik ook niet mee. Take responsibility for life. Uiteindelijk besluit ik zelf ook het podium op te gaan en weten we toch een behoorlijke groep jongeren te inspireren. Nou, ik ben natuurlijk ook wel verlegen als het gaat om dansen voor de camera, maar ik dacht, ja, nu moet ik gewoon wat doen. Want die kinderen die moeten gewoon wakker geschud worden. En ik was aangekondigd als Victoria's Secret model. En dat doet toch wel wat bij kinderen in Amerika. Dus ja, ik heb meegedaan. En dat heeft toch wel enthousiasme opgewekt. Met een paar enthousiaste jongeren praat ik uitgebreid na. Does any of you have experiences with maybe friends that have HIV or are infected? Nee, ik praat er eigenlijk wel heel makkelijk over. We hebben toch wel dingen over seks besproken en heel eerlijk van ja, doen jullie het altijd veilig? En dan, ja, dan heb ik wel verlegen gezichtjes. Ik vind het wel belangrijk dat mensen ook zien dat ik daar open in ben, want ik ben dan het voorbeeld. I wanted to give out that message and educate young people what they can do to fight HIV en AIDS. Gelukkig steken deze jongeren wel hun nek uit. Ze beloven Dance for Life op deze school tot een succes te maken. Thank you. Dance for Life. Twitter even, hè? Twitter moet ook gebeuren. Ik denk wel dat we echt iets hebben bereikt gisteren. Ook al was het maar met een aantal kinderen, maar er is maar heel weinig nodig. We hoeven maar de 5 stoerste jongens van de hele school te motiveren. En als die het al zien, dan kan je eigenlijk een hele school meekrijgen. Nu ik het programma goed gezien heb, is het tijd om Dance for Life officieel te lanceren met een persconferentie in het stadhuis. I really see that it works and I'm really, really happy that I came here. Dit is het officiële startsein voor het werk dat zo hard nodig is in deze stad en in dit land.